Hier is Annemiek. Vandaag gaan wij op avontuur. En het avontuur begint al met dat bootje. Nou, ik denk eigenlijk, Annemiek, met dat bootje. Nadat die hele schattige vrouw ons heeft overgevaren, word je altijd wel een beetje gedwongen om hier wat te drinken. Nou is dat geen cream, want het is echt hele lekkere granaatappel. Ja, pomegranate. We gaan niet zomaar wandelen vandaag. We zijn in Kaunos, een soort ruïneachtige toestand. En ze hebben er een hele grote berg. En die gaan wij vandaag bedwingen. Niet te grote passen nemen, er liggen stenen los. Denk erom, goed zo. Goed die stokken neerzetten, steunen. Oh, die stokken zijn ideaal. Kan ik zo maar even goed mee bewaren? Nou, hoe gaat die, Annemiek? Ja, super. Echt hartstikke leuk. Gelukkig dat Annemiek niet voorop loopt. Dat je achter me loopt, lief. Ja joh, ik laat je gewoon de afgrond in. Echt. Figuurlijk al een hele tijd, maar letterlijk nu bijna. Nou, we zijn bijna boven. En eigenlijk willen we nog een stokje hoger. En dan moeten we echt klauteren, maar... Gaan we dat durven? Ik weet het niet. Ja. Het gaat dat allemaal elastisch, hè? Lekker hoor. Ik ben zo superleuk. We zijn er nog niet, maar wel bijna. Yes, we made it! Als ik hier zo zit, dan weet ik dat het echt heel mooi moet zijn. Ik zie hier zelf alleen maar wat donkere, lichte plekjes. Maar goed, het grappige is, als ik dan thuis deze beelden weer bekijk op een hele grote televisie, dan zie ik pas hoe mooi het is. Dus dat is wel, het ook weer nagenieten. Ja, dan ben je op die bergen. En dan? Heb je het gehaald? Ja. Moet weer naar beneden. Ja, echt vies dit. Oh. Niks anders bij ons, dus. Oh, ik zit erin. Ik zit iets in. Ik weet niet of het zo lukt. Ik heb Pieter's hand vast, want ik sta een beetje te shaken. We moeten dus ook weer naar beneden. Ja. Hé, maar weet je wat nou zo gek is? Ik ben slechtziend en ik heb echt ontzettend last van hoogtevrees. Maar ik zat net al lekker met mijn hand in de geitenschijt. Dit is daadwerkelijk op handen en voeten naar beneden. Zit je niet alleen mijn kont te filmen? Of wel? Nee, lief. De manier waarop je dat zegt. Ja, op de terugweg gaat dit zo makkelijk hoor, zo met hand in hand. We hebben het gehaald. Ja, en de enige schade is een handvol stekels. Ja, ik gleed toch een beetje onderuit. Slechte begeleiding, hè, gehad. Oh, nee hoor. Maar verder zijn we heel beneden gekomen. Trots! In Dalian kan je niet alleen lekker wandelen, maar je kan ook lekker makkelijk op de fiets. Kijk eens eventjes wat Pieter voor mij geregeld heeft. Een elektrische fiets. De trapondersteuning. Speciaal voor mij. En die, ja, die trapondersteuning heet Pieter. Gewoon met fietsen naar de boot op. En super tender Pieter, die kan er ook wat van. Ik hoef niet eens mee te trappen. Pieter heeft de inspanningsastma. En die was zo handig om zijn puffer te vergeten. Ja, en dan met zo'n bolle achterop de berg op. Nou, voor ons geen beklimming van de Mont Ventoux, hoor. Dus dit goede doel, dat strand hier op een heuveltje in Dalian. Dit is dan onze beloning. Een uitzicht, dat ik zelf niet eens kan zien. Het geluid wat je hoort, dat zijn niet mijn verstandskiezen die ik verloren ben. Dat is onze fiets. Wij dachten heel mooi naar een afgelegen, idyllisch strandje te gaan. Dit is het strand. En terrasjes, nergens te zien. En ik heb dorst. Pieter wijst me even heel subtiel op het feit dat dit geen strand is, maar er zijn nog graven. Oeps. Oh, Pieter, harde trappen. Ja, je hebt trappenkering. Nou, het fietsje heeft trouwe dienst gedaan. Het rammelde en kraakt aan alle kanten, maar we hebben het... Zo, die wil ook wat zeggen in ieder geval. Maar goed, we hebben het overleefd. Het fietsen is op zich niet zo erg, maar zadelpijn. Oh. Ja. Annemiek, misschien hadden we deze moeten nemen. Denk het wel.